Wie even rondwandelt tussen het Braanplein en de Korenmarkt, fronst al snel de wenkbrauwen bij de term voetgangersgebied. Het is er uitkijken voor trams, bussen, taxis, maar ook opvallend veel gewone personenwagens. Het Gents Milieufront trekt aan de alarmbel met een ergernis over een situatie waar geen mens nog naast kan kijken. Ja, we hebben het gemeten. Op sommige uren komen er meer dan 100 personenwagens in de voetgangerszone die daar eigenlijk niet horen te zijn. En ja, we vinden dat veel te veel. Dat er zoveel auto's het voetgangersgebied inrijden heeft wellicht te maken met een gebrekkige signalisatie. Een nietsvermoedende buitenlander rijdt zo'n bord zo voorbij. Anderzijds hebben we ook gezien dat er veel mensen zijn, of Belgische voertuigen, die de voetgangerszone betreden. Dus wij hebben het gevoel dat niet enkel de verdwaalde toeristen zijn, maar dat er ook mensen doelbewust de voetgangerszone binnenrijden, omdat er veel te weinig controle is. De stad moet zorgen voor een betere signalisatie en meer politiecontroles, vindt het Milieufront. En eindelijk eens werk maken van die slimme camera's. De stad geeft toe dat er een probleem is en er komen ook maatregelen, maar pas volgend jaar. Het is 1/3 van de voertuigen die binnenrijden in het voetgangersgebied die daar onterecht is. We gaan daar iets aan doen. In de eerste maanden van 2016 beginnen onze eerste camera's met nummerplaatherkenning te werken. En dan zal dat ook wel een pak anders zijn. Wie dan nog zonder vergunning binnenrijdt, krijgt een gasboete. Zo'n lek op stukbeleid had afgelopen zaterdag alleen al ruim €23.000 opgebracht, zegt het Milieufront. De stad wil ook strenger toezien op wie het voetgangersgebied mag inrijden en wie niet. Momenteel zijn er maar liefst 10.000 vergunningen in omloop. 10.000 is natuurlijk een pak. Daar zitten ook heel veel tijdelijke vergunningen tussen. Het gaat erom over dat de vergunningen op het juiste moment worden gebruikt en niet te pas en te onpas. En dat is nu een beetje het probleem.